Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Reeds 20% projecten herstelplan uitgevoerd. Ministerie van Openbare Werken geeft start zijn bouwkundige projecten. Minister Amoksi installeert commissie maatschappelijke dienstverlening. Regering stimuleert sporten en bewegen met Safe Exercise Area. En uw bijdrage in de strijd tegen COVID-19 nog steeds van belang. Van het aantal projecten dat in het herstelplan is opgenomen, is zeker 20% reeds uitgevoerd. Zo laat Iris Sandel, voorzitter van de implementatieunit, herstelplan optekenen. Het ondersteunend orgaan heeft op maandag 13 december 2021 rapportage gedaan aan president Chandrika Persat Santokhi over de stand van zaken rond de uit te voeren projecten. Tot nu toe gaat het goed. Er zijn natuurlijk altijd een aantal uitdagingen, maar we mogen niet ontevreden zijn. Het herstelplan is in juni goedgekeurd en vandaag hebben we kunnen rapporteren aan de president dat zeker 20% van de projecten volledig zijn uitgevoerd. Er is in uitvoering 70% en een 10%, daar moeten we nog werken we aan de voorbereiding, maar ook daar wordt er hard aan de weg getimmerd. 184 projecten in totaal. Is dat haalbaar? Ik denk het wel. Zeker als we alle inspanningen verrichten, alle ministeries goed meewerken en alle medewerkers op de ministeries goed meewerken, is het zeker mogelijk. Ik geloof er wel in. De president heeft aangegeven dat we in principe nu zijn op het punt waarbij de fundering al staat en dat er op deze fundering gebouwd moet worden. Wat kan de Surinamer zelf doen om zich gereed te maken om een onderdeel te zijn van deze opbouw? Ja, de president heeft correct aangegeven dat de monetaire en fiscale maatregelen, dat daar al heel veel is gedaan. Er zijn verschillende pogingen, het is gelukt om de koers stabiel te houden. Maar we hebben natuurlijk ook de inspanningen van de samenleving nodig. We proberen ook zoveel mogelijk ondernemerschap te stimuleren. Dus mensen moeten ook een beetje hand in eigen boezem steken. Er zijn allemaal kleine dingen die mee kunnen helpen om die stabiliteit in Suriname terug te brengen. De president heeft het vaker gehad om aan te sluiten op hetgeen dat u aanhaalt over public-private partnership. En ook als we kijken naar wanneer we praten over de bruggen, over het stukje van design, build, finance, operate. Wat kunt u zeggen aan het bedrijfsleven in Suriname wanneer het gaat om het herstelplan en al de projecten die uitgevoerd moeten worden? Ja, het herstelplan is natuurlijk de overbrugging naar het meerjaren ontwikkelingsprogramma. In het herstelplan zitten daarom ook een aantal, hoe moet ik ze noemen, omgevingsfactoren waaraan wij als Suriname ook moeten werken, als regering ook aan moeten werken. Maar daarbij kan de private sector zeker ook een handje bij helpen om aan te geven in welke volgorde die uitgevoerd moeten worden. Ik kan aanvullen dat daarvoor ook recent het Suriname Business Forum opnieuw is geactiveerd. En dat is precies het platform dat dient waarbij overheid en private sector de prioriteiten moeten aangeven. En dat zal ertoe moeten leiden dat zaken zoals PPP's en Build Operate Design, dat die zaken uitgevoerd kunnen worden en de private sector de mogelijkheden heeft om daarin te komen. De president heeft met gepast vertrouwen in deze unit toch wel gevraagd dat bij de implementatie niet alleen de projecten die zorgen dat er op macroniveau verlichting te merken is, uitgevoerd worden, maar ook de projecten op microniveau. Zo sprak hij over een aantal low-hanging fruits. Mag de bevolking binnen korte termijn verwachten dat er projecten uitgevoerd gaan worden die zorgen voor directe verlichting? Natuurlijk, de president heeft ook aangegeven dat hij kijkt naar projecten die gedragen worden door de samenleving. En daarbij denkt hij voornamelijk aan de projecten op districtsniveau. Er zijn districtsplannen uitgevoerd met bijdragers van de samenleving zelf. Dus die projecten krijgen zeker ook prioriteit binnen het geheel. Tot slot, we zitten nu op 20% van uitvoering. Als we het jaar 2022 achter ons laten, op welk niveau hoopt u daar te zijn?
Nou, 2022, dat is eind volgend jaar, moeten we zo goed als rond zijn. Ik schat het echt op 75%, 75, 80%. Dat moet lukken. Het ministerie van Openbare Werken is in de startblokken voor de uitvoering van bouwkundige projecten. Het startsein hiervoor is op dinsdag 14 december 2021 gegeven door president Chandrika Persat Santokhi. Dit gebeurde middels de onthulling van een naambord bij het in renovatie zijnde gebouw van de Staatsraad. Bij deze gelegenheid vond tevens de oplevering plaats van werken die in de afgelopen periode zijn afgerond. Met de minister van Openbare Werken en zijn team is de traject RIS ingezet. Voor de uitbouw is echter de goedkeuring nodig van UNESCO. Er is hier aangegeven, het is een historisch pand, het zijn historische gebouwen en we kunnen niet zonder meer daarin wijzigingen aanbrengen. Dus voor de uitbouw is er goedkeuring nodig van UNESCO. Het traject is al RIS ingezet. En de gesprekken zijn al gevoerd met directoraat Cultuur en met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. En president, we hopen spoedig via de minister van Openbare Werken de stukken naar u door te sturen ter doorgeleiding naar minister Onderwijs en Cultuur, welke moet worden aangeboden aan UNESCO voor goedkeuring. En we werken, dames en heren, er naartoe dat we tegen eind 2020 een vernieuwde, goed geïsoleerde staatsraadsgebouw hebben met de voorzieningen die nodig zijn voor onze medewerkers en voor onze leden en een representatieve en goede vergaderruimte waarbij wij onze gasten, de ministers, deskundigen op een juiste en een correcte wijze kunnen ontvangen en onze beraadslagingen met hun kunnen voeren. Onze dank aan de president die tevens voorzitter is van de staatsraad voor alle ondersteuning die we tot nu toe hebben ontvangen. En we weten zonder meer dat de president achter ons staat. Alle stukken die we hebben gestuurd naar staatsraad ondersteuning hebben gevraagd, is zonder enige vragen direct doorgeleid en gevraagd aandacht. En dankzij de president staan we dus dan ook vandaag hier voor de renovatie. Ook onze dank aan de vicepresident voor de behandeling van de raadsvoorstellen, vicepresident in de Raad van Ministers, en dat we op snelle wijze de missieven ter beschikking hebben gehad. Verder dank aan minister van Openbare Werken en zijn team. We hebben inventarisatie gemaakt snel en de staat heeft meer dan 600 gebouwen. En dat tel ik niet de scholen op, sportvelden en dat soort dingen. Dan kom je op duizenden zaken die wij moeten onderhouden. En dat is heel veel. Daarom hebben we, omdat het ministerie uiteindelijk dit moet doen, hebben wij de organisatie aangepast. En het staatsgebouw heeft een speciale unit gehad. Dat betekent we moeten dat serieus ontwikkelen, serieus gaan aanpakken. Het is niet zomaar gedaan. U hebt een heel overzicht gehad van wat er gebeurt, maar dat is niet het einde. Ik ga u zeggen, donderdag is er een andere lounge aan de Duisburgerlaan, waarbij weer daar bekend wordt gemaakt. Dat gaan we op een ander niveau doen. Heel wat gebouwen die ook in eigen huis worden gerenoveerd. Als je eigen huis niet renoveert, dan ben je waardeloos als ministerie. Moet je zelf opdoeken. Dat is ook verwaarloosd jarenlang. Dus we geven donderdag start zijn launch van een aantal projecten die op overheidsniveau binnen OW gaat plaatsvinden. Een deel is gestart en een deel is op dit moment in uitvoering. Minister, gefeliciteerd met start. En ik wil u allen vragen om te zorgen, namelijk dat we die projecten op tijd ook opleveren. En ik vraag ook de schepper, al de mensen die hier gaan werken, geef hem bescherming. Laat er geen ongelukken gebeuren, omdat we dat niet nodig hebben. Vicepresident, in de ORA geeft u het niet makkelijk. Ja, de minister van Financiën is niet hier. Ik kan nog die klacht elke dag horen in de RVM, in de regeringsraad. Ja, maar ik heb autorisatie nodig. Ik heb hier een missieve. Ik kan geen projecten uitvoeren. Dat is de bedoeling van een grote matrix maken. Van al die projecten gecategoriseerd. En dat keuren we als regering goed. Deze projecten, daarvoor moet er financiering zijn. En dat gaat gebeuren.
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de Commissie Maatschappelijke Dienstverlening geïnstalleerd. De werkgroep, die wordt voorgezeten door Dr. Anders Shorshin Akton, heeft onder andere als taak professionele begeleiding en nazorg te bieden aan gedetineerden. De installatie heeft op maandag 13 december 2021 plaatsgevonden. Dit is een heel belangrijke commissie. En ook de taken welke vervuld moeten worden. Maar ik zie dat het een categorie C-commissie is. Dus waarschijnlijk zal ik toch wel vragen binnen de RVM om ook de financiële aspecten mee te nemen. Omdat het niet zo kan zijn dat we echt de inzet verwachten, maar de vergoeding, de financiële vergoeding moet dan ook naar finance zijn. En dan, daaraan zullen we dan ook werken. Nogmaals, ik weet dat u zware taken te vervullen krijgt, verantwoordelijke taken. Maar ik twijfel er niet aan dat u zich ten volle zult inzetten. En ik wens u dan succes toe bij het invullen van deze taken. Vaker hebben we gesproken met PCS. Het is niet dit moment. Dit hebben we al een aantal keren is dit aan de orde geweest. En een aantal keren is ook nagedacht over de manier waarop wij samen hand in hand kunnen zorgen dat niet alleen binnen die rechtsgang, want we praten nu over de rechtsgang. Je noemt ook zittende en staande magistratuur, maar die verantwoordelijkheid begint eigenlijk al daarvoor. Vanaf de aanhouding, maar veel verder voor. De preventie. Dus er zijn een aantal fasen waarin we elkaar moeten kunnen vinden en met elkaar dus hand in hand een aanbod moeten doen aan die samenleving. Er is een groot raakvlak tussen psychiatrie en recht. En dat zeg ik zo in het algemeen. En wij gaan die facetten uitdiepen. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Rapportages pro justitia, de rapportages voor de rechtbank. Maar ook de behandeling van gedetineerden en arrestanten die een psychiatrische stoornis hebben. Ik noem maar twee dingen zo uit de vuist. Maar er is nog heel veel te doen. Als ik denk aan wetten, bestaande regelingen van 1912, waarmee we nog moeten werken. Dus het is een heel breed scala. Daarom noem ik het ook het raakvlak tussen psychiatrie en recht. En ik ben blij dat we dit moment vandaag hebben, dat we eindelijk aan de slag kunnen gaan om dat allemaal in goede banen te leiden. Wat mogen we van de commissie verwachten, meneer Dwarkasim? Ik denk dat we op zeer korte termijn, en dat bedoel ik echt zeer korte termijn weken, al voorstellen zullen doen aan het ministerie, zodat een aantal dingen kunnen beginnen te lopen. Welke voorstellen heeft u zowel? Nou, ik heb een voorgesprek gehad met mevrouw Akton. We zijn al een hele tijd bezig hiermee. En inderdaad, zijn er een aantal concrete projecten, maar het zou niet fair zijn tegenover de minister van Justitie om nu al uitlatingen te doen. Laten we even rustig afwachten. Om even dus erop in te gaan, wat gaat die begeleiding in grote lijnen inhouden dus van de mensen die dus hulpbehoevend zijn? Kijk, dat is maar één facet. Hè. Er zijn veel mensen gedetineerden in de PI's, in de penitentiaire inrichtingen, die ook een psychiatrische stoornis hebben en die begeleiding nodig hebben. De minister zei het ook al. Ze zijn er niet alleen voor dat repressief wat het ministerie moet doen, insluiten, maar we moeten ze ook resocialiseren en begeleiden in dat traject. En daar staan wij voor. Vanaf zondag 19 december aanstaande wordt een deel van de Dr. Sophie Redmondstraat ingesteld als Safe Exercise Area. Dit project is op dinsdag 14 december tijdens een persconferentie aangekondigd door minister Amer Ramadien van Volksgezondheid. Het ligt in de bedoeling sporten en bewegen te stimuleren in de strijd tegen niet overdraagbare aandoeningen. Dit allemaal in het kader van preventie en bevorderen van de gezondheid. Maar wat is een gezonde leefstijl? Ik ben blij dat vandaag ook de afdeling NCD van het BOG, resorterende onder het ministerie van Volksgezondheid, dat is de afdeling Non-Communicable Diseases, vertegenwoordigd is.
en die zo meteen ook zal ingaan op gezonde leefstijl en wat de WHO aanbeveelt. Simpelweg wat velen kennen als een gezonde leefstijl is dat je een gebalanceerd dieet moet hebben, genoeg rust moet hebben, genoeg beweging moet hebben, vermijd schadelijke producten voor de gezondheid, met name alcohol en tabak, maar ook drugs. En zo kun je tal van andere zaken die hieraan gerelateerd zijn, uitwerken. Maar zoals u kunt zien, is een van de belangrijkste zaken wanneer we praten over gezond leven en healthy lifestyle, dan vragen mensen meestal, maar beweeg je wel? Doe je wel wat aan beweging? Omdat het wetenschappelijk bewezen is dat beweging ervoor zorgt dat mensen gezondere gewoonten ook op naleven. Iedereen is wel eens naar een sportschool geweest en heeft gezien welke efforts, welke inspanningen je moet plegen om af te vallen. En wij hebben vanuit het ministerie op al deze aspecten die net genoemd zijn door mij, namelijk het dieet, vermijden van schadelijke producten, beweging, hebben we allemaal beleidsgebieden opgezet. Dat betekent dat vanuit de afdeling NCD, waar mevrouw Siutah al zo meteen in op zal gaan, diverse initiatieven worden ondernomen om de Surinamer bewust te maken over het voordeel van een gezonde leefstijl. Maar ook moeten we erkennen en moeten we onderschrijven dat een ongezonde leefstijl, dus weinig beweging, niet gebalanceerde voeding, weinig rust, en noem het maar op, tabak, alcohol, de gezondheid van de doorsnee burger verslechtert daardoor. En bij beweging denken we vaak, en is het ook zo, dat beweging overgewicht kan helpen voorkomen. Beweging, maar altijd in combinatie met de andere factoren zo net genoemd. Dus u moet dit project zien en de launch die welke zo meteen daarover meer details volgen, moet u zien in het kader van de aanpak en voorkomen van de non-communicable diseases, dat ofwel de chronische ziekten, hoge bloeddruk, suikerziekten, hart- en vaatziekten, overgewicht zelf en andere zaken. Wij zijn zeer verheugd. Het initiatief is opgepakt vanuit het ministerie van Volksgezondheid en is besproken binnen de regering met een aantal belangrijke actoren. Namelijk het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Daarom ziet u de districtscommissaris van Paramaribo hier. De heer Bola, welkom. En ik moet zeggen, vanaf het begin, de heer Bola is ook medisch geschoold, ook een medisch deskundige. Vanaf het begin dat ik dit heb besproken met hem, waren wij beiden zeer enthousiast om dit verder uit te werken. En vandaar dat we nog in 2021 ervoor kunnen zorgen dat dit project gestalte kreeg. De politie was ook enorm belangrijk. Zonder de politie zouden wij dit niet kunnen realiseren, omdat het gebied waar we voor praten veilig moet blijven. De wereld zit haast tegen het einde van 2021 aan. Het is dan precies 2 jaar geleden dat het COVID-19-virus zich aandiende en vanaf toen miljoenen levens heeft gekost. Suriname is niet gevrijwaard gebleven van dit virus. We hebben wel de bevoorrechte positie gekregen om over meerdere en voldoende vaccins te beschikken. Echter heeft niet een ieder de gelegenheid aangegrepen om zich te laten beschermen. Maakt u er gebruik van zolang dat mogelijk is. Bevorder ook uw weerstand, let op uw gezondheid en neem alle maatregelen in acht om besmetting te voorkomen. Samen kunnen we de verspreiding van COVID-19 en alle varianten zo minimaal mogelijk houden. Uw bijdrage is in deze zeer belangrijk. Beste kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus voor vandaag. Ik bedank u voor uw aandacht. Een fijne kijkplezier verder toegewenst. Goedenavond.